Maar ik denk toch dat ze mijn kluis hebben gevonden. Kijk deze boys. Deze boys zijn de nieuwe resellers gewoon. Gewoon bij mij uit de kofferbak gepakt en gewoon zelf verkopen. Luister dan, we lopen hier op Deadstock Sneakers. Deadstock Sneaker Market heet het. Ja. Een hele goede morgen. We gaan lekker naar Amsterdam met Ivar. Leuke nieuwe dingen bespreken. Even fine-tunen. Dat gaan we doen in Amsterdam. Maar heb je dat ook wel eens dat je dan weggaat, al je spullen mee moet nemen, laptop, dit meeneemt, dat meeneemt. Zegt mijn vrouwtje nog, neem je sleutel mee. Vergeet ik gewoon weer een sleutel mee te nemen. Dat is toch niet normaal? Als mijn kop niet vast zat, dan bel ik nu aan. Nog een keer. Doen ze niet open, even serieus. Ouderwetse deurbel is gewoon het beste eigenlijk. Dit. Heel eerlijk, hartstikke leuk. Maar ja. Geef me gewoon een lekkere. Tring! Is veel beter. Lau! Dames en heren, welkom weer bij een nieuwe vlog van Diego. Volg hem bij zijn, op zijn RSS-account. Ik weet niet wat het is. Wat is het, wat is zijn naam? Huh? Wat is zijn mustache groep is dat. Tommy, kom. Huh? Tommy, kom erbij. Kom maar, Tommy. Kom eens. Hey, Tommy. Hij is schrik, man. Tommy. Ja, hij is schrik, hè. See you. Bye bye. Kom eens. Kom eens. Kom eens. Ga zitten. Zit, Tommy, zit. Zit, ga zitten. Tommy. Goedemiddag. Welkom bij. Welkom bij Freek Vonk, nieuwe aflevering. Kijk dit. Dit is de City Dog. Dit is echt een hele bijzondere ras. Eigenlijk is die Molux. Maar hij is een beetje wit uitgevallen. De albino Molukker. Maar het is, hij is 6 jaar. En als je hem wilt volgen, moet je even kijken op Tommy from the Hood. Op Instagram. Dus kijk maar gewoon. Thanks. Oké. We hebben net heerlijk geluncht bij Mr. Porter in Amsterdam. Super lekker. Dakterras gezeten. Buiten. In de zon. Hou ik eigenlijk niet van. En nu gaan we heel even naar Soulbox. Voor heel veel mensen wel bekend, denk ik. Alleen, ga even kijken of we daar iets leuks kunnen kopen. Of wat kunnen regelen. Bijna, bijna. Yo, Dan. Luister dan. Deze is ook wel nice, hoor. Nee, niet die bus. Dat is toch... mooi. Een hele goede morgen. Het is weer tijd voor een leuke beurs. Deadstock Sneakers in Tilburg. We gaan daar nu naartoe. Het mooie is, ik heb een kaartje moeten kopen. Wat hartstikke oké is natuurlijk, gewoon kaartjes kopen. Alleen mijn zoontje en mijn neef, die gaan ook mee. Alleen, ze hadden geen kaarten. Ik wilde gisteren kopen, het was uitverkocht. Top, Deadstock Sneakers, top geregeld. Alleen nu regelt mijn zoontje gewoon een gastenlijst. En mijn neefje. En ik. Ik moet gewoon in de rij gaan staan met mijn kaartje om naar binnen te komen. En mijn zoontje en mijn neef Immy, die gaan gewoon via de gastenlijst naar binnen. Even serieus. Nou, top geregeld, boys. Maar goed, we gaan even kijken wat we voor leuke dingen kunnen doen. Thanks, ciao. Oké. Top. Top, thanks. Oké, okay, luister dan. Bij de echte OG Kiwan. Approved sneakers. Dit was een upper rising. Je weet zelf, Diego. Kijk even, what's up, brother? Even zien. Kijk even. Frank, man. Voor mijn dochtertje. En voor mijn jongste zoontje. Ja. Altijd goed, toch? Altijd dus goed. Onthoud. Approved sneakers. Sowieso. Thank you.
Bro, je hebt frisse kicks aan, man. Sowieso. Eigenlijk. Wat dan? Wat dan? Sneakers all represent. Oh. Die collega's van elkaar toch? Oké dan. Je weet, ik draag mijn schoenen gewoon. Hondenpoep, voetballen, interesseert me niks. Maar deze guy heeft die andere colorway. Maar hij is wel mooi hoor. Hij is nog netjes, hij is nog clean. Hoe heet je? Richard. Hoe heet je op Insta? Ries.z.98. Te lang. Te lang, ja. En deze jongen heeft altijd mooie kicks aan, altijd. Deze man heeft altijd mooie en mooie kuiten. Dus echt, deze man heeft zulke lekkere kuiten. Echt waar, kijk even. Kijk deze boys. Deze boys zijn de nieuwe resellers gewoon. Gewoon bij mij uit de kofferbak gepakt en gewoon zelf verkopen. En hoeveel gaan ze kosten? $3.50. Let's go! Echt, deze boys maken me arm. Mijn niffo die wil nog één hyper. Hoe heet die Jordan 1? Hoe heet die Jordan 1 ook weer? Hyper. Dark Shadow. Nee, niet die man. Welke dag? Niet die. Hyper Royal. Hyper Royal, toch Emmy? Ja, precies. Precies. En mijn zoontje die wil Travis Scott. Dus we gaan even kijken of we een deeltje kunnen maken. 1600, 1500? 1500. 1600. Hij zei net 16 volgens mij. Dan zit ik hier lekker een pizza te klappen met mijn neefje en mijn zoontje. Super lekker. En dan zit hier iemand naast me die heeft gewoon letterlijk goede smaak. En die heeft gewoon... Of in ieder geval, wij zijn met z'n tweetjes, zijn we gewoon die oldschool. Zeker wel. Kijk wat die aan heeft dan. Kijk. Dit soort dingen, voor de mensen die het weten. Dit is namelijk de eerste generatie Nike Off-White. En als je dit hebt, dan ben je gewoon oldschool. Of in ieder geval, het is pas 2017 uitgekomen, maar toch. Hier is allemaal nieuw. Is ook super mooi, alleen... Ja, hier hou ik toch wel van hoor. Kijk hier. Wauw. Hey, wat is jouw Insta? Owen_speak. Rowan? Owen. Owen. Owen_speak. Hi, check it boys. Luister dan, we lopen hier op Deadstock Sneakers. Deadstock Sneaker Market heet het, hè? Ja. En jullie komen, mag je in beeld? Waar komen jullie vandaan? Antwerpen. We zijn in Tilburg, 013 is om de hoek. En jullie winkel heet? Wat? De Pluk Antwerpen. De Pluk Antwerpen. En ze hebben deze. Wat is de naam van deze schoen ook weer? De Trophy. Mooie Trophy. De doos zat er niet bij, had hem al voor de release. Super dik. En kost maar 2.000 eigenlijk. Maar het is niet mijn maat, het is 8.5. En ik weet, 8.5 ga ik niet kopen, ga ik niet dragen. Maar ik vind hem wel mooi. Heb je kaartje? Zeker. De plan. Thanks. Kijk, mijn kleine neefje, die is niet meer klein. Die is al groter dan dat ik ben. Mijn neef Emmy. En vroeger gaf hij er niet zoveel om. Maakte niet uit, wilde gewoon leuke sneakers. Maar nu heeft hij leeftijd en denkt hij, ja, mijn oom die doet ook al die sneakers. Maar hij koopt die sneakers gewoon niet bij mij. Terwijl bij mij is goedkoop, gewoon retail. Alleen bij deze moet hij weer €400 betalen voor die patta. Ja. Jammer, Emmy. Bij je oom kostte die gewoon retail. Ja, jammer. Ja. Kijk deze man. Wij zijn net bij Deadstock Sneaker Market geweest in Tilburg. Dat was echt geslaagd. Ik ben met mijn neefje geweest en met mijn oudste zoon, met Isaiah en Imro. Immy heeft, zoals je hebt kunnen zien, een hele dikke patta gekocht. Echt een hele dikke.
Wel een hoop geld, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, weet je, wie mooi wilt zijn, moet pijn lijden. We hebben het ervoor over. Sowieso. En, maar het was echt leuk. Echt leuk. Morgen is het weer. Ja, dag, ik heb geen tijd om morgen te gaan. Maar het was echt een geslaagde sneaker event. Dus houd het in de gaten op hun Insta. Maar goed, het was even leuk. Ik heb niet veel kunnen filmen. Ik had wel kunnen filmen. Alleen ik was zo enthousiast. Gewoon iedereen weer te zien. Het was weer een event. Dus weer onder de mensen. En toch wel eventjes dingetjes bespreken waar we allemaal liefde voor hebben. En dat is sneakers. En de ene doet het op die manier, de andere doet het op die manier. En, maar allemaal willen we geld verdienen. Dus dat is wel echt leuk, dat is goud. En de ene verdient meer dan de ander, maar dat is helemaal niet erg. Gewoon iedereen moet verdienen. En dus ja, om daarover te discussiëren tijdens zo'n event is wel echt goud. Volgende is Sneakerness. En die is in september. Dat is in Amsterdam. En daar gaan we ook naartoe. Dan ga ik ervoor zorgen dat ik meer ga filmen en dat ik meer sneakers ga laten zien en mensen ga spreken. Ik ben ook wel heel erg benieuwd of jullie het ook interessant vinden om te weten voor sneaker resellers, hoe zijn ze begonnen? Want ja, ik merk toch wel dat de jeugd van tegenwoordig, ja, die wil ook sneakers resellen. Maar een hele andere tijd om te beginnen. Wij hebben een voorsprong gehad omdat wij het al wat langer doen. We doen het al jaren, dus we hebben ons netwerk al opgebouwd. En dat is wel het ding, het netwerk opbouwen. Naar zo'n event gaan is niet alleen maar om dingen te kopen. Want heel eerlijk, tuurlijk, het zijn hele hoge prijzen, best duur. Maar ja, en heel eerlijk voor mezelf, ik heb niks nodig. Maar het is gewoon leuk om te netwerken, mensen leren kennen. En dat is wel echt hetgeen wat je moet doen op zo'n sneaker event. Lekker netwerken. Bij de ene heb je er wat aan, bij de ander niet. Het zal merendeels zo zijn waar je niks aan hebt. Maar ja, het is wel weer leuk om gezien te worden en herkend te worden. En ja, gewoon dingetjes met elkaar te delen. Dus ja. Deadstock Sneaker Market, super thanks. Een hele goede morgen. Ja. Heel druk weekend gehad, super gezellig weekend gehad. En we hebben last van wespen in de muur. Dat ga ik even laten zien. Even kijken. Ik hoop dat je het nu wel kan zien. Kijk. Daar. Let op, hè. Daar komen wespen uit en gaan weer in. Kijk, dat is er één. Komt er nu weer eentje in. Dan weer eentje uit. Andere. Oh, ik weet niet wat ze aan het halen zijn. Maar ik denk toch dat ze mijn kluis hebben gevonden. Ik denk gewoon dat ze stukjes geld eruit halen en stukjes goud. Maar maakt niet uit. Er komt zo meteen komt er iemand aan om. Om het weg te halen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij dat gaat doen. Dus ik ga het zo even laten zien. Hij heeft me net laten zien hoe het werkt. Ik ga het toch even proberen. Kijk, ik heb zijn spul hier al. Dan ga jij nog even naar binnen. Erin. Door blijft gaan, hè? Genoeg zo. En nu? Dat was het. Maar zitten ze nu daar? Zitten ze nu daar? Ja. Hier. En die wil nog erin? Ja, maar die, het stoft een beetje binnen. Je hebt er allemaal poeder in gespoten. Hij kan niet meer erin, hè? Nee, hij gaat er zoveel in. En wat zijn die klemmen dan? Die klemmen dingetjes? Dat zijn bijenbekjes, dat ze niet meer erin komen. Oh. Dat, nee. Maar dat hoef ik niet daarin te doen. Nee joh, je kan beter gewoon bellen als je last hebt. Ja, beter. Kijk, nu is de bedoeling dat ze de poeder naar het nest brengen, die werksters. Ja. En dan houdt het vanzelf op met een dagje of twee. Ah, oh, is een soort nog vriendelijk ook nog. Ja. Nou, het is geregeld. Je een beetje mikken of niet? Doet zo meteen gewoon dit. Ja. Deze knop indrukken. Lokken? Deze? Ja. That's it. Dan komen ze niet op mij af. Nee. Dat zien we dan wel. En dan gooi je gewoon de ding zo meteen neer. Zo,
Hallo, welkom bij een nieuwe vlog van Diego de Sosa. Wij zijn vandaag in Tilburg.